blijkt dat 2,2 miljoen Nederlanders eigenlijk dagelijks last hebben van chronische pijn. Dus wel rugklachten, nekklachten, schouderklachten. En onlangs heeft het Erasmus MC heeft daar een onderzoek naar gedaan. Eigenlijk naar de tevredenheid omtrent dus de behandeling van chronische pijn. En blijkt dus dat de patiënten de medische wereld een onvoldoende geven. Want mensen blijven zeg maar klachten houden. En ze vinden dat er niet goed naar ze geluisterd wordt. En dat de huisarts niet een juiste diagnose stelt. En ook niet adequaat reageert. En dat is raar. Heel veel mensen krijgen het advies om mee te leren leven. En terwijl dat eigenlijk niet hoeft. Want ja, alleen je schoonouders, daar moet je mee leren leven, zeg maar, je schoonfamilie. Maar chronische pijn niet. Maar wat gaat er nou mis in de medische wereld? Wat we zien is dus dat de medische wereld vooral gericht is op het bestrijden van pijn. En daar moeten we eventjes een andere gedachtensprong in maken. In het kwalificeren van pijn. Want wat is pijn nou en waarom hebben mensen pijn? Want als we gewoon functioneel gaan denken, dan zal het lichaam pijn hebben als een belangrijk signaal. Kijk, want onze stelling is dus dat pijn een vriend is en geen vijand. En ik snap wel, als je zo lang pijn hebt, dan denk je, ja, u kunt dat makkelijk zeggen, maar ik voel de pijn. Maar vergelijk het met een brandalarm, zeg maar. Op het moment dat het huis in de brand staat, dan gaat de alarmbel, die gaat rinkelen. Dus door dan te zeggen van, we moeten dan de alarmbel moeten we dan uit gaan zetten, daarmee verhelpen we dus het probleem niet. En dat is wat er vaak gebeurt. Dus ook met medicatie, want mensen vinden dus dat de artsen niet de adequate medicatie dan voorschrijven of toepassen. Alleen wat we zien is dat als het lichaam ergens schade heeft, stel in je nek loopt iets niet lekker, dan moet je lichaam jou een signaal af gaan geven dat je moet stoppen. Dus een soort beschermingsmechanisme. Op het moment dus dat je dat bestrijdt, gaat het lichaam via een andere weg een signaal zoeken. Dat is de reden dat we, kijk eens hier, allerlei zenuwvezels hebben. En het lichaam is heel ingenieus. Ja, dus blokkeer hem in zijn werking. En hij gaat juist proberen om dat op te lossen via een andere weg. Dus op het moment dat je dus chronische pijn hebt, dan wil dat zeggen dat er iets niet goed functioneert in je lichaam. Simpel voorbeeld. Op het moment dat ik dus pijn heb in mijn schouderbeweging, dus kan het zijn dus dat bij je schouder de botstukken dus niet goed lopen in het gewricht. En dan krijg je bot op bot. Op dat moment heb ik dus kans op schade van mijn kraakbeen in de schouder. Dus op het moment dat daar dan pijnmedicatie wordt toegediend, dus of pijnstillers of soms spuiten krijgen mensen, dan is mijn signaal weg. Wat gebeurt er? Ik klem juist de boel meer af. Dus dat betekent dus dat de pijn kan wel iets afnemen, maar wat je zal zien is dat daarna de pijn altijd erger terugkomt. Chronische pijn vergelijk ik altijd met een hand die klem zit tussen de deur. Want op het moment dus dat je hand klem zit, dan moet je lichaam moet pijnsignalen afgeven. Nou, dan kom je bij de dokter en dan zeg je van ik heb pijn in mijn hand en die pijn die moet weg. Kunt u me de juiste pijnmedicatie geven of voorschrijven, maar daarmee los je dus het probleem niet op. Dus wat er moet gebeuren is simpelweg dat dus de deur opengezet moet worden. Er zijn dwaalwegen een beetje in de aanpak van dit soort klachten. Want je komt bij de fysio bijvoorbeeld en je krijgt oefeningen. Terwijl je hand klem zit tussen de deur en iemand heeft pijn. Op het moment dat je daar oefeningen voor krijgt, dan zal het alleen leiden tot een toename van de pijnklachten. Want de gedachtegang is, bewegen, dat werkt goed. Maar met pijn bewegen werkt altijd averechts. Dat is wat ik graag wil onderstrepen, wil benadrukken. Daarnaast, wat er veel gebeurt ook, is dat bijvoorbeeld met dry needling, met naalden in de spier een beetje wordt geremd om aan te spannen. Want als je omhoog gaat, doet de spier pijn, hij verkrampt, dus dan gaan we die verkramping eruit halen. Terwijl ook die verkramping, dat is een beschermingsmechanisme. Dus door dan die spier te remmen in zijn werking, zie je dus dat de pijn misschien tijdelijk iets afneemt, maar daarna komt het erger terug, want de oorzaak zit er nog. En daarom zien we mensen die al verschillende spuiten gehad hebben in de rug, bij pijnpolies, in de schouder, omdat ze dus zogenaamd slijmvliesontsteking zouden hebben, of wat dan ook in de nek. En we zien dus mensen die dus, waarbij dus van alles geprobeerd is om de pijnklacht te verhelpen, dat het of niet helpt, of erger wordt, of steeds weer terugkomt. Wat we hebben laten zien met de 4x10-methode, is juist mensen die langdurig klachten hebben, en soms 20 jaar, 30 jaar, 40 jaar, dat we ze heel snel kunnen helpen. Zowel met rugklachten, want dat is natuurlijk nummer 1 in de klachten top 10, nekklachten en schouderklachten. En deze klachten zijn in de meeste gevallen, dus ik zou bijna willen zeggen 90%, zijn die heel eenvoudig en snel te verhelpen. Want wij zeggen simpelweg, we zetten de deur open, waardoor een pijnsignaal niet meer nodig is en dan verdwijnt de pijn vanzelf. Dus mijn boodschap is, niet achter pijnstillers aanlopen, dus niet proberen om de pijn te bestrijden, maar de oorzaak aan te pakken en dan zal het lichaam vanzelf minder pijn afgeven, omdat een pijnsignaal niet meer nodig is. Ik zie u graag voor een intake en dan leg ik u persoonlijk uit hoe het bij u werkt.
Was dat? Staat geluid erop? Zo.